conferentie. Ook in naam van mijn collega's hartelijk welkom. Ik denk dat wij bijzonder fier zijn en zeer blij dat wij vandaag zijn. Wel, u kan begrijpen dat ik een gelukkig man ben. We zijn op 6 november ons congres naar buiten gekomen met de vraag van kunnen we over de regio's heen een solidariteitspact afspreken waarbij dat we de welvaart en de solidariteit in het land kunnen blijven financieren. En dat vraagt 500.000 extra jobs tegen 2020. Vandaag kan ik stellen dat de verantwoordelijkheid de handschoen opgenomen wordt door de collega's. Dat men zich wil engageren ook naar die doelstelling toe en eigen doelstelling afspreekt voor Wallonië en Brussel. En tegelijkertijd ook aanvaardt dat het geen vrijblijvende doelstelling mag zijn en dat men daar ook de financiële verantwoordelijkheid voor aanvaardt. En bovendien dat men bereid is om naar het uitvoeringsniveau, hoe moet dat gerealiseerd worden, ook een aantal taboes te doorbreken, aanvaarden dat we gedifferentieerde behoeften hebben in de verschillende gewesten en daarvoor ook maatwerk moeten leveren, zij dat ook de samenwerking over de gewesten moet verbeteren naar de toekomst toe. Dus ik denk dat we op alle vlakken, laten we zeggen, de doorbraken gerealiseerd hebben die we zoeken. Dat is een bijzonder sterk signaal, denk ik, ook naar het politieke niveau. Wij vragen eigenlijk dat men op het politieke niveau tot dezelfde soort doorbraken kan komen. De werkstelling wordt gecreëerd door welvaart. En tewerkstelling creëert welvaart. Dus de twee hangen samen. En ik denk dat ik als voorzitter van het Verbond der Ondernemingen in Brussel bijzonder verheugd ben over wat wij hebben aangetoond. Dus het feit dat het mogelijk is gemeenschappelijke objectieven te hebben in deze zeer belangrijke materie, omdat Brussel hier centraal ligt. Brussel is nog Wallonië, nog Vlaanderen, maar Brussel is een troef voor Vlaanderen en Wallonië, maar heeft ook geweldig een nood aan die solidariteit, aan die samenwerking met Brussel en Wallonië. Met Vlaanderen en Wallonië, sorry. Bijvoorbeeld, Brussel kan absoluut niet die objectieven van tewerkstelling waarmaken in de 19 gemeenten alleen. Wij hebben de solidariteit met Vlaams-Brabant en Waals-Brabant nodig. Dus om die 500.000 extra banen te bekomen, is de weg niet zo moeilijk in feite. We moeten 3 doelen nastreven. Eerst ondernemingsgeest verstevigen, innovatie versterken. Ten tweede, die arbeidsmarkt die niet perfect werkt op dit ogenblik. Aan de ene kant vacatures die niet vervuld worden. Aan de andere kant zoveel werklozen te Brussel en in Wallonië te verbeteren. En de antwoorden, oké, leuk, duidelijk in feite. En de andere is het openbaar te verbeteren, beter openbaar governance te bekomen. In feite weet iedereen wat wij moeten doen. Nu hebben we een zeer duidelijke boodschap tegen de toekomstige regering voorgesteld. En we hebben ook een monitoringssysteem tot stand gebracht om dat in de goede directie te brengen. Wel, het is natuurlijk een historische gebeurtenis. De 6 organisaties die een dergelijke tekst ondertekenen. Voor ons zijn er eigenlijk bij de huidige discussies 2 zaken heel belangrijk in die tekst. De eerste is dat de tekst expliciet de mogelijkheid geeft om te kiezen tussen subsidies geven of verlagen van de fiscaliteit. Dus elke deelstaat zal kunnen kiezen tussen ofwel subsidies geven ofwel de fiscaliteit verlagen. En dat is voor ons heel belangrijk als wij aan onze leden vragen waarvoor kies je? Kies je voor subsidies of voor lagere fiscaliteit? Kiezen ze allemaal voor dat laatste. Dus dat is een heel belangrijk punt. Tweede belangrijke punt, we weten dat momenteel in Vlaanderen de arbeidskrapte enorm hoog is. En daarom is het van groot belang dat elke regio, en dus ook Vlaanderen, alle nodige instrumenten zelf in handen krijgt om een goed en efficiënt arbeidsmarktbeleid te voeren. Dat betekent concreet niet alleen opleiden en begeleiden van werklozen, werkzoekenden, maar ook indien nodig ook het sanctiemechanisme kunnen toepassen, onder andere. Het pact is belangrijk omdat het eerste keer dat in ons land een akkoord gaat, de patronale organisaties, regionaal, federaal, middenstand, en, als één man eigenlijk een tekst gaan tekenen en eens zijn op een strategie.